Ik heb geen thee. Wat? Ach, jongens. Hoe kan ik een theeleuter beginnen als ik geen thee heb? Oké, we doen het gewoon zonder thee. Mensen, welkom bij deze nieuwe theeleuter aflevering. Je hoort het aan mijn stem. Ik ben nog steeds een beetje ziek. En dat ben ik nou al bijna een hele lange week. En het houdt maar niet op. Dan begint de verkoudheid weer, misselijkheid, dan krijg je weer hoofdpijn, dan krijg je weer koorts, dan krijg je weer snotteren, dan krijg je weer kuchen, hoesten, keelpijn, noem maar op. En het houdt niet op. En keelpijn is niet leuk. Maar goed, ik ben nou weer iets beter. Ik ben naar de Ardennen geweest met Roy. Was ontzettend leuk. Ik ben van vrijdag tot maandag weg geweest, dus ik ben eigenlijk vandaag weer teruggekomen. Rond 11 uur vanochtend, dacht ik. En na een hele lange wandeling daar te hebben gedaan in het weekend, heb ik ook gefilmd. En ik heb ook wat leuke foto's zijn er geschoten. Het was ontzettend leuk. We zijn met de hele familie van Roy's kant geweest. We waren met 32 man in een huisje. En het was ontzettend veel lekkere dingen eten. En lekker wandelen, genieten van het uitzicht, relaxen. Wat je op een vakantie hoort te doen, relaxen. En ik had gehoopt dat mijn ziek zijn een beetje overging, maar dat is dus niet gegaan. Ik ben dus steeds nog een beetje snotterig en een beetje verkouden. Ja, maar dat geeft niet. We ademen door. We gaan gewoon door naar het volgende onderwerp. En dat heb ik hier namelijk op een briefje geschreven. En dat is Rollercoaster Tycoon World. En de trailer kwam uit en iedereen boos. En ik weet niet meer wat ik moet zeggen over deze trailer. Hij was verschrikkelijk. Hij was slecht. Hij was kapot afgrijzelijk. Hij was slopend, zenuwslopend. Hij was gewoon verschrikkelijk slecht. Ja, meer kan ik niet over zeggen. Maar ik ga een video maken over een dag of twee of drie. Komt er een video op mijn kanaal? Ik heb hem al gemaakt. Hij komt zeker weten. Hou het in de gaten. Een video met de logica. Er is geen logica in die trailer. En dat ga ik uitleggen in die video. Dus ik stop nu ook met het onderwerp. Rollercoaster Tycoon World is gewoon raar. Ja. Nou, met Roy kijk ik nu een serie. Dat heet ook Prison Break. Dat is de vierde serie die we kijken. Namelijk Smallville, Walking Dead, Game of Thrones en Prison Break. Vier door elkaar. Het is een beetje verwarrend, maar het lukt wel. Aangezien Game of Thrones al bijna een jaar niks van zich laat horen. Maar er komt een seizoen aan. We moeten gewoon even wachten. In april geloof ik al. Begint het weer. En door mijn ziek zijn heb ik wat minder... Ik begin er weer over het ziek zijn. Ik ga van onderwerp naar onderwerp. Dus de serie Prison Break is zeker een aanrader. Kijken, we zijn bijna bij seizoen 2 van de 4. En als we één serie hebben afgelopen, dan gaan we naar de volgende serie. En dat wordt Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Zo, wat een reclame maak ik hier. Voor series. Nou, algemeen bekend, dus je maakt er eigenlijk geen reclame voor. Ik denk dat dit de theeluid video was. Ik heb geen kopje, ik heb nog steeds geen thee. Ik heb wel genoeg thee gedronken tijdens de Ardennen trip. Ik heb me vermaakt. En dat is belangrijk. Ik ben weer terug in mijn holletje. Ik ga weer wat video's maken voor jullie. En binnenkort mag ik een bezoekje brengen aan een nieuw pretpark in Nederland. Dat is heel bijzonder. Ik vind het heel tof. Ik mag als pers aanwezig zijn bij het pretpark Jumbo. Dus hou mijn kanaal in de gaten, dan ga ik daar een verslag van maken. En dan krijgen jullie ook meer informatie over het pretpark zelf. Wat je daar nou precies kan doen, welke attracties er zijn en alles erop en eraan. Kortom, ik wens jullie een hele fijne avond, een hele leuke week. En dan zie ik je deze week met leuke video's. En ik zal speciaal voor jullie ook nog wel wat No Limits op gaan nemen. Doei doei!